Waarom hebben wij Verduinstra Makelaars gekozen? Het is een modern bedrijf, maar wel met de ouderwetse kwaliteit. Ik vind het een mooi familiebedrijf. De eerste keer dat Remco zei, morgen komt mijn moeder even langs, toen dacht ik, mijn moeder, wat komt je moeder nou doen in onze woning dan? Wat vonden we prettig, gewoon het hele plaatje. Remco die kwam, Ineke die kwam als stylist. Je werd heel erg in je waarde geladen. Ik heb het idee dat ze met alle kanten heel goed kunnen levelen, omdat nou ja, ze helpen jong, oud, alles wat ertussen zit. Prettig vonden was dat eigenlijk alles bereikbaar was, morgens, middags, 's avonds via WhatsApp of e-mail als er een vraag was, altijd bereikbaar. De bereikbaarheid en de communicatie onderling, dat heb je een vraag, je legt hem neer en als is dat op zondagavond om 10 uur, dan heb je om 10:15 heb je bij wijze van spreken antwoord. En het hoeft niet standaard te zijn, maar ja, ik vind dat wel prettig als ik bel dan. Daar wil ik ook antwoord hebben op dat moment. En de app? Ja, was het ook voor jou? Was voor mij zelfs de val van open. Zat ik in het buitenland, maar het was gewoon heel duidelijk en heel direct. Wij vonden van de presentatie, vonden we het stukje persoonlijke begeleiding bij de styling heel fijn. Want je denkt altijd wel dat je het weet dat je huis leuk is. En dan krijg je toch die tips, hè, dat je bijvoorbeeld niks op de kasten moet hebben voor de foto's. De foto's zijn echt buitengewoon mooi geworden. En een hele mooie, heldere map. Die je ook voor later zeker wil bewaren. Het is eigenlijk een soort mooi fotoalbum geworden. Het leuke vond ik ook in verband met de stylisten dat ze heel erg zei van ja, het moet wel jullie huis blijven. Dus dat zie je ook wel in de foto's terug, maar toch even met hier en daar een touch of een blik dat je denkt van hé, dat kan je ook met de woning doen. De presentatie, de foto's, de manier van de foto's en wat ik dan mooi vind en dat was in ieder geval de heads-up via Facebook, waar we heel veel reacties op hebben gehad, eigenlijk al voordat hij op Funda ging. Daar zag je al 25, 30, 40 reacties zag je erop staan en delen heel vaak, 30, 40 keer. Ja, echt gewoon super kwaliteit en ook heel persoonlijk. En dat is ook wel heel erg belangrijk, want je koopt niet een huis, maar je koopt een thuis. We zijn zeer tevreden over Duinstra Makelaars.